Het was moeilijk om jullie te vinden, want er mag over het algemeen niet gefietst worden op die paden. Uiteindelijk heb ik jullie gevonden. Ik heb ook twee ooievaartjes kunnen vastleggen, maar ik hoorde al van Monique dat er al meer gezien was vandaag. Ja, vanochtend zijn er al meer gezien. Ik heb vanochtend vroeg al een fietsronde gedaan langs de bekende plekken in Den Haag. Ja. Waar ooievaars hun nesten hebben. Ja. En in totaal heb ik er 37 gezien dit weekend. Zo. Dat en, is, maar vanochtend al een aantal? Ja, vanochtend heb ik er 37 bij elkaar geteld. Zo, dat is mooi. Ja. En die, moet je dan, die kan je kwijt op de website? Er ja, is een formulier. Er is een speciale website, www.ooievaars.eu. Ja. Er is dit weekend een landelijke ooievaarstelling. Want wij zijn heel benieuwd hoeveel ooievaars blijven er in Nederland en hoeveel ooievaars trekken er wat verder weg. Ja, precies. Nou, hoe zal je dat nou weten? Een aantal ooievaars die zijn voorzien van een ring voor onderzoek. Ja. Mm-hmm. En wij krijgen bijvoorbeeld melding uit Frankrijk, uit Spanje en ook verder. Ja. Dat ooievaars uit Nederland daar gesignaleerd zijn. Ja. En welke ooievaars blijven hier? Nou, dat zijn we nu dit weekend aan het tellen. Ja. En dat is echt alleen maar die twee dagen? Ja, dat zijn deze twee dagen zijn daarvoor uitgekozen. Dus eigenlijk zit ik nu een beetje op het eind van die dag. Want, eigenlijk een beetje op het einde van de dag. Want 4 uur is het een beetje afgelopen. En vanavond laat staat de uitslag ook op de website die ik heb genoemd. Ja, ooievaars.eu, hoeveel ooievaars er geteld zijn. Ja. Ik heb nog een, er stond ook van, als je de telling kwijt wil, dan kan je het op een formulier kwijt. Maar dat wetformulier staat er dit keer niet op. Er staat er wel van 2013, maar van 2014... Nou, dat zal ik dan sowieso nog even doorgeven. Ja. Maar er staat ook op de website een e-mailadres. Ja. Ja, daar... Ooievaars wintertelling 2014 ooievaars.eu. Ja. Dus via die link kan het ook. Ja, ja. En op de website staat ook nog een telefoonnummer om een sms'je te sturen of om te bellen. Nou, door te geven. Maar ook na deze dag, als we een ooievaar ziet, meld het gerust. Want ja, alle gegevens zijn altijd welkom. Ja. Is het zo dat ik... ik dacht dat ik er net een zwarte ooievaar zag vliegen, maar... Dat is niet het geval. In Nederland broedt de zwarte ooievaar niet. Oh. En enkele keer is het wel zo dat de jonge zwarte ooievaars die uitvliegen, die broeden in Duitsland en België, dat die hier in Nederland verdwalen. Ja. Maar de ooievaars die je hier ziet, dat is de witte ooievaar. Oh, ja. Wij noemen in de volksmond gewoon ooievaar. Ja, ja. Maar misschien qua kleur, als die wat donkerder is, is het misschien een blauwe reiger geweest. Ja, dat zou ja. kunnen. Ja, ja. Oké, okay, en uw naam is? Mijn naam is Caroline Walta, ik ben van de Haagse Vogelbescherming, daar ben ik vrijwilliger. En als u daarover meer wilt weten, www.haagsevogels.nl. Dankjewel. Heel graag.